Hallo kijkers, ik ben Mark en ik ben hier vandaag met Ricardo. En ik doe het dus vandaag weer voetbal warm met 2. En zoals je kan zien, is er nog geen persoontje bij mij in de buurt. Maar ik heb wel volgens mij oorlog met die van de Vulture Mountains, die faction. Dus dat is wel een probleem. Maar Ricardo is nu even aan de beurt. Ik weet niet precies ja. Wat hij nu allemaal aan het doen gaat, maar dat zien we vanzelf wel. Mijn plan is om nog even een lord erbij te gaan regelen. Ik weet niet precies hoe ik dat ook alweer moet doen. Volgens mij moet ik dan via die dynasties moet ik dat doen. Dus dan moet ik nog even 6 beurten wachten. Dan kan ik pas een nieuwe lord aannemen. Of iets dergelijks of iets kopen of wat, weet ik veel. Dat kan in ieder geval nog wel handig zijn, want... Als hier namelijk nog zo'n lord bij Lachique zit, dan is dat niet echt verstandig om te heen te gaan. Of ik kan het proberen. Weet je wat, ik ga het gewoon zo proberen. Kijken, army capacity. Aha. Als ik hier eens even naartoe ga. Ja, ik moet dus nog een dienst hier erbij hebben. Dan kan dat. Dat is prima. Even kijken. Ik denk zelf dat die Lord van de Vulture Mountain niet richting mij komt. En zo wel, ja dan. Moet ik hem maar afmaken of zo. Wat zijn die Greybeard prospectors, ja. Knights of the Flame, daar heb ik origineel wel mijn oorlog mee gehad. Of heb, nog steeds. Nou, maar hoe sta je ervoor? Redelijk. Redelijke inkomen. Ik heb nog 30 van die canopic jars. Ik weet niet precies wat ik daar ook weer mee kan, maar... Volgens mij kan ik daar wel wat mee. Eens even kijken. Oh, ja. Daar kan ik van die legendary units mee krijgen. Nou, dan kan jij heel lang wachten. Ja, ik heb er eerst 100 nodig voor één te kunnen krijgen. Jij hebt een nadeel, ik hoef gewoon een bepaald level te zijn en ik kan er één krijgen. Ja. Oké, die zit even omhoog.
Peace negotiated, war declared. Aha. Ik ga even retreaten voor de zekerheid. Want die lord die wou me net aanvallen. Maar ik heb nog even geretreat omdat hun sterker eruit zagen. Hoeft natuurlijk niet veel te betekenen, maar ja, ik neem het risico nog liever even niet. Nou, tegen die tijd dat jij net die ene stad de macht hebt gekregen, dan heb ik al lang heel Norska. Ja, inderdaad. Maar het is ook wel irritant dat die lord, die ik moet aanvallen, dat hij gewoon continu in zo'n stadje zit. Dat is irritant. Daar heeft hij natuurlijk ook weer units in staan en zo. Maar ja, dat tezijde, we zijn zo weer terug. Nou, we zijn er weer. Het laden fliep eigenlijk nog best wel snel. Dus dat is wel positief natuurlijk. Nou, zo te zien gaat Ricardo volgens mij gelijk de aanval in. Ja, maar ik heb een voordeel op jou. Mijn bezorgers zijn speciaal. Hoe langer ze aan het vechten zijn, hoe sterker ze worden. Oké. Interessant. Kijk, volgens mij heb je de Lord. Nee, iets dergelijks. Marauder Champions. Wat is een van een bepaalde structure of zo, zo te zien. Gewoon meer op het veld staat. Het ziet eruit dat ze dit keer de aanval ingaan in plaats van jou. Eens kijken. Oh, de wolven komen er ook weer aan, zat te zien. Het zijn geen wolven. Skinwolves. Het is heel anders. Oh, bijna hetzelfde. Nee hoor, je hebt ook nog een unit van wolven, dus ja. Nou, ze gaan op een volle retreat, wat te zien. Nou, even weer lekker laat scherp, dus we zijn er wel terug. Zo, we zijn er weer. Zo te zien, een lekkere decisive victory voor Ricardo. Dat is helemaal positief natuurlijk. Dat betekent nog een stad voor hem. Tuurlijk heb ik een decisive victory.
Ja, eens even kijken wat er bij mij moet gebeuren. Veel. Ja, veel ja. Ik even een aantal units weg doe. Kijken, deze twee. Ga ik dat soort units even erbij treden van die Skeleton Horseman. Waarschijnlijk nog wel een stukje beter. Zo. Oh, wacht. Ja, vergeet je ook dan dat ik meedoe? Nee. Oeh, misschien is dat nog wel een goede ritueel om te doen. Misschien wel. Ik kan het altijd proberen. Kan wat meer van die canopic jars krijgen. Of een burial. Leadership. Ja, dat kan ook wel handig zijn, maar die canopic jars ook. Ik ga denk ik voor de jars. Kijk, nog één beurt. Oh, mijn Necrotrack die kan dus ruïnes koloniseren. En volgens mij zitten hier aan de andere kant nog wel wat ruïnes. Kan het proberen. Extra steden kan altijd handig zijn.
Ricardo, weet jij toevallig of ik, als jij de stad Altdorf aanvalt, dat ik dan zo'n boek of een kaars krijg? Want er staat hier dat ik de volgende settlement moet occupyen voor een of andere boek of een kaars. Maar als jij dat zou doen, zou ik die boek dan ook krijgen? Of weet je hoe dat zit? Ik heb geen idee hoe het zit. Ik ben alleen op singleplay als ik je start pak. Ja. Maar ik denk dat jij hem persoonlijk moet hebben, niet ik. Dat denk ik ook, ja. Ja, maar ik ben op weg naar Albion. Oh, daar naartoe. En als ik mazzel heb en ik heb Albion gepakt en die skulls zijn nog steeds, dan krijg ik 10.000 gold. Lekker. En ik denk dat je ook die Tollfjord of zoiets overneemt, of niet? Die ligt eigenlijk in principe voor het pakken. Oké, ik heb units. Dus dan ga ik nu mooi hierheen. Je hebt nog een nadeel waar je begonnen bent. Jij moet meteen tegen de mensen opnemen en de dwergen. Nou, als jij nu met jouw leger tegen de dwergen gaat, die maken jou echt helemaal van kantje. Ja, inderdaad. Dat is wel een beetje een probleem. Maar de volgende beurt krijg ik wel de mogelijkheid om nog een lord te kunnen regelen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ja, maar dan wordt het jouw leger tegen een ander leger, plus het leger van de garrison gaat er dan ook. Ja, dan is het gewoon 2 tegen 2 battle buiten. Ja. Ik kan even met die dwarven die naast mij zitten even proberen vrede te maken, want daar heb ik op een of andere manier oorlog mee. In principe een oorlog met hun kan ik nog niet echt aan. Volgens mij, toen wij ook een keer multiplayer speelden en ik probeerde die dwarven aan te vallen, nou dat viel ook nog niet echt goed. Moeilijke keus. Die ene lord die wil me weer aanvallen. Die Morgan of the Flame. Ja, eigenlijk zou ik dat doen of niet? Nou. Hey, wat? Ik wacht nog even tot ik een andere lord bij me heb. Kan ik misschien beter even doen.
Extra lot geeft mij meer units en zo, dus in principe is het wel heel handig om te hebben. Voornamelijk als die sterker wordt ingezien door de game zelf. Het wordt langzaam en zeker wel moeilijker en moeilijker, dat is wel. Ja. Ik heb een mazzel met dit. Want dit is gewoon goed trainen voor mijn leger. Dus dan kan ik meteen zien wat ze aan kunnen en wat niet aan. Maar... ja, er is natuurlijk een kans dat je wint, maar ook een kans dat je verliest. Ik hoop dat ik win, want volgens mij is Leifert Gullbrandsen de leider van de fractie. En dan kan ik zijn stad, laatste stad overnemen zonder een gevecht. Dat is wel handig. Maar dat gaan we zo wel zien. Dus ik kom zo weer terug. Tot zo. Ik denk dat we nog iets van 2 beurten doen of zo. En dan vind ik deze aflevering wel weer prima. 1 of 2 ligt er een beetje aan. Zo. We zijn binnen bij Ricardo's gevecht. We gaan eens even zien of Ricardo is... ja, het is altijd wachten op jou met laden, jongen. Ja, meestal wel, maar ja. Meestal altijd. Processor, hè? Ja, en ik heb een laptop. Dat blijkt maar weer. Dan gaan ze allemaal het bos in. Ik heb werkelijk geen idee wat voor plannetjes hun zijn aan het uitbreiden, maar... maar alles wat hun kunnen, kan ik ook. Ja, je doet gewoon precies hetzelfde. In principe ben je nog wel in voordeel als ik zie naar de Allied troop count. Het is 1900 man van mij tegen 1800 van hun. Ja. Dus in principe zou je het moeten winnen. Maar zo te zien gaat Ricardo de aanval in. Mijn favoriete schip komt er weer aan. Ja. En in één keer 28 man van de tegenstander is weg. Ja, we verliezen er nu al best wel wat units. Bijna nu al 200. Kijk, ik zet nu mijn chariots in en die laat ze van achteraan vallen. Extra damage. Dat is wel handig, ja. Oké, aantal units die retreat al, zo te zien. Bij die chariots. En mijn skinwolves tegen die van de tegenstander, mijn is hebben gewonnen. Oké, hij staat echt aan de winnende hand, zo te zien. Ja, er kan van alles nog gebeuren.
Ja, als ik bij die Charity, daar vluchten ze allemaal. En die units die dus vluchten, die units die van jou, die kunnen dan mooi gevecht tegen Hans gaan lopen voeren. Het mooie is, als hun legers vluchten, dan heb ik al altijd mijn legers over. Zoals daar helemaal links aan de linkerzijde van het gevecht Ja. zijn ze aan het vluchten. Dan kan ik mijn legers die ik dan over heb, die kan ik dan ook gewoon weer aan de rechts. Klopt. Ja, maar de skillwalls zijn best wel hele goede. Heel goed, want ze hebben ook regeneration. Aan het einde vluchten ze weer en dan kunnen ze weer terug. Ja. Ah, nou, zoals te zien, het aantal units die dus gevlucht waren, die gaan de strijd weer in met jou. Ja. Marauders en Marauders Great Weapon. Als je die Lord nou eens even van hun dood krijgt, dan. Oh, dan. Dan is het wel zo goed als afgelopen. Dat was bij de vorige battle ook zo, toen die Lord daarvan stierf nogal. Toen wou iedereen niet meer vechten. Oké, hun troepen die zijn al meer dan 1000 verloren. Holy fuck. Ja, ze gaan allemaal vluchten, let maar op. Ja, die Lord vlucht ook al. Nou, zo, zijn we weer. Ik heb nog even lekker gewonnen in deze battle, gelukkig. Dus ja, eens kijken. En wie captured. Oh, je hebt ook nog wat vijanden captured dat te zien. Even kijken. En ik heb nu een eiland erbij, Albinion, alleen maar omdat ik de leider verslagen. Oh, nice. Dat is wel heel nice. Dat is zeker nice. Oei, ten noorden van jou zit ook nog een faction zo te zien. Aha. Oh, daar helemaal bovenaan. Ja, die Hellspire tribe. Ja, daar zit helemaal links van mij, zit de dark end. Ah ja. Caron-Car zo te zien. Nee, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je weer. Later.